Senhor em mim is in het bezit van een kristalheldere stem. Haar aanbidder meent dat ze van goddelijke afkomst is. Ze spreekt niet, maar ze zingt. Ze discussieert niet, maar ze vocaliseert. Arias van Wagner wanneer ze ontstemd zijn, liederen in geval van verdriet en Vivaldi om de muizen te jagen. Als zij lacht, spatten de glazen uit de eten. Haar huilen is dusdanig mooi dat iedereen begint te klappen. Haar leven brengt zij door in opera en concertzalen. Op haar vrije avonden zingt ze voor genodigden of organiseert ze een besloten recital.